Vanaf de Zipconomie-redactie, welkom bij Zip Talk. Een hele goede dag en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is de Bouwland en ik word vandaag zoals altijd bijgestaan door Hugo Jan Ruts, hoofdredacteur van Zipconomy. Goeiedag Hugo Jan. Goeiedag. Hey, en dan hebben we eindelijk eens een keer een podcast wat wat minder over het uh, politieke en uh, polderaspect gaat uh, in de arbeidsmarkt. Dus uh, wel verfrissend om hier met, uh, met twee uh, heren die we al een tijdje niet gezien hebben uh, vandaag uh, te staan. Want we gaan het hebben over sourcing en de impact van AI op uh, sourcing. Um, en daarvoor hebben we twee gasten vandaag. En dan hebben we hier naast Hugo Jan staan, Ron Bosma. Hij is arbeidsmarktspecialist en managing partner bij uh, Talent In. Leuk dat je er bent, Ron. Ja, dankjewel. Um, ik je trouwens jouw microfoon een beetje naar jou toe trekken. Ja, ja. helemaal goed. Um, kan je ons vertellen wat, uh, uh, waarom sourcing nou zo belangrijk is? Is het een, is het een trend binnen recruitment-land? Um, waarom is het belangrijk om dat te bespreken vandaag? Nou, ik denk dat na corona, en dat besef is wel doorgedrongen, dat schaarste blijvend is. Ja. En, en daar, gaan we, daar komen we niet meer vanaf. En uh, we zullen dus de komende tijd veel naast actieve kandidaten ook naar passieve kandidaten. En nieuwe manieren van recruitment vinden. En daar is vaak sourcing. Daar zullen we straks nog dieper op ingaan. Een van de middelen om daar de schaarsen tegemoet te gaan. Ja, oké. Okay, okay. En dan hebben we ook nog uh, hier aan mijn uh, kant uh, naast mij staan Ronald Gof, van Driel. Uh, Ronald is uh, arbeidsmarktspecialist en oprichter, uh, co-oprichter van uh, Recruit Agent AI. Zeker. Leuk dat je er bent, Ronald. Um, ja, dus jij zit op AI, als ik het uh, goed begrijp. Um, wat is de impact van AI op, uh, op, op, op sourcing en recruitment? Ja, Steven. Ja? Steven. En uh, we're only at the beginning. Ja, gaan we alles helemaal wegautomatiseren in nee, recruitment land? Nee? Nee, we okay. gaan het slimmer maken, efficiënter maken, beter maken. Ja, ja. Eerlijker maken ook. En, uh, zeker. En die recruiter en die sourcer uh, die blijven nodig. Net als de kandidaat trouwens. Ja. Uh. <laughs> ja, want daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Oké, okay. nee, we gaan zo meteen straks met jullie naar de headlines. Dus, uh, uitgebreid spreken over uh, hoe dat allemaal in elkaar zit. Uh, razend interessant. Um, maar we gaan eerst eventjes naar onze headlines, zip talk headlines. Ja, Hugo-Jan, en je zal natuurlijk niet nalaten... om nog iets over het uh, de, debat in uh, Den Haag te gaan vertellen nu. Nee, daar ja, dat is, dat is natuurlijk toch stiekem veel mensen nieuwsgierig ja. naar. Ja. We hebben het er natuurlijk al een paar keer uh, over gehad. Maar op 12 september is... Het overleg in de Kamer over het zcp beleid okay. Nou, minister van Heim is vorige week al met een brief uitgekomen over hoe hij aankijkt tegen onder andere de handhaving van de wet, uh, wet DBA. zijn ja. zelfstandigheid. Nou, nu is de politiek weer aan bod om okay. daar wat van te gaan vinden. Nou, dat gaat allemaal in het overleg van, uh, van 12 september uh, gebeuren. Ja, ik weet ook niet wat daar gaat gebeuren. Ik verwacht, nou, er, is, er is heel veel politieke druk. Ja. Daar hebben we ook op ZipColumbia al over geschreven. Echt een stevige statement ook van VNO. Okay. En die zijn over het algemeen niet zo heel oudspoken. Maar die hebben het echt over dat ze moordige tegen Bijvoorbeeld de aantal criteria van de nieuwe ZZP-wet zijn. Ja. Nou, uh, Bovip ook. Uh, VVD ook stevig. Die willen allemaal focus op onderkant arbeidsmarkt. Begin daar nou ja. en laat de rest nog wel eventjes met rust. Ja. Nou, dat is de inzet van het debat. Eigenlijk verwacht ik daar niet zo heel veel van. Eigenlijk okay. denk ik dat Van Heijen toch wel met het kabinet wat uh, voetbaar stuk houdt. Om toch gewoon een duidelijk signaal te geven naar, uh, naar de markt. Jongens, 1 januari echt anders gaan nadenken over inhuur van extern personeel. Ja, ja. ja. en dit is echt dus nog het stukje hoe en wat handhaving. Um, waar zitten we in het spoorboekje met uh, behandeling van veebaar? Oh, geen idee. Okay. Um, we, we weten nog niet wat het kabinet vindt van de V-Bar, okay. nog door het vorige kabinet ingediend. Ja. Um, nee, daar gaan we het pas over zes, zeven uh, uitzendingen weer over hebben, want ja. dan, dan, dan weten we daar meer over. Ja. Het, gaat, het gaat nu over handhaving okay. van de regels die er nu zijn. Duidelijk. Ja, en omdat die, uh, die handhaving ons boven het hoofd hangt, uh, zijn er al partijen die iets over de cijfers kunnen zeggen in ZZP-land. Um, uh, van wie heb je cijfers gekregen? Ja, om te beginnen bij knap. Dat is natuurlijk toch de grootste ZZP-bank. Ja. Uh, dus die hebben, die hebben toch wel een hele grote achterban. Uh, en daar hebben ze het ook gevraagd. Nou, daar zegt 36% van alle ZZP' zich zorgen te maken over de impact van die handhaving. Okay. Toch wel een hele grote groep. Um, en het First heeft ook net nieuw onderzoek uh, uh, gedaan... en daarvan zegt 25% van degenen die zij gevraagd hebben... we merken het al in de praktijk. We merken al afname van opdrachten. Uh, en ik zie het ook wat je zo online ziet uh, voorbij komen. Ja, veel opdrachten waaronder staat... deze opdracht is niet geschikt voor een ZZP... maar mag wel in detacheringsconstructies. Ja. Dus dat, dat, dat zie je echt ook al uh, uh, opkomen. Dus die, die impact is er wel. Soms wat te zwart-wit... Ja. Ik denk met name de Rijksoverheid is wel erg bezig om het, het beste jongetje van de klas te zijn. Nou, die willen dan ook gewoon alle inhuur van alle ICT'ers bijvoorbeeld eruit gooien per 1 januari. Ja, ik denk nergens voor nodig. Kritisch kijken wel, als je echt kan aangeven, dit is een project, kan dat volgens mij gewoon. Ja. En, en vooral op opdrachtniveau kijken, dat doet de Rijksoverheid, lijkt het op dit moment niet. Nou, Da, da, daar gaan ze nog wel van terugkomen, denk ik. Um, maar goed, de impact is er en, en de angst in de markt onder ZZP is natuurlijk vooral van ja hoe zwart-wit kijkt men. Is die genuanceerd van wat kan er nou echt wel en wat kan er nou echt niet? Blijft dat in de, in de markt? Ja, ja oké. Okay. En dan heb ik uh, onze collega Wim Davidsen wel eens horen zeggen, uh, of de uitspraak Delicious Data noemt hij dat dan. Hè? Dus uh, detacheren is uh, het, het model van de toekomst. Uh, ik zie Ronald glimlachen, dus dat wil ik even bij hem checken. Gaan nou al die ZZP-wetgeving leiden tot uh, uh, opbloeien van de detacheringsbranche? Ik, ik denk dat uh, het heel verspreid is. Dus een deel zal opbloeien naar de detacheringsbalans, waar ZZP'ers kiezen voor detachering. Ik denk ook een heel groot deel. Zal gewoon in vaste dienst gaan in een of andere uh, constructie. Ja. En misschien ook naar de uitzendmarkt, hè, die al jaren een darende trend heeft. Misschien dat die ook daar een boost in krijgt. Ja, ja, dus op zich wordt het wel zuiverder, zou je kunnen zeggen. Dat uh, de, de, de echte, echte opdrachten door echte ZZP'ers gedaan blijven worden. Maar voor de rest we. Ja, misschien ja. nog een, een, een wenselijke beweging maken naar meer loondienstverbanden? Nou, niet per se naar loondienstverbanden, denk ja. ik. Ik denk wel dat, dat we zuiver gaan kijken naar ondernemerschap. En ja. wat is een, een ZZP'er en hoe onderneemt die? Ja. En dan gaan we toch alweer terug naar de, nou ja, ik, ik stam nog uit de tijd dat we een VAR hadden. En het echte ondernemerschap ook centraal staat. Ja, oké. Okay. Ja, en dan kunnen we beginnen met uh, ons, uh, ons gesprek over uh, sourcing. Um, ja Ron, dan moet je mij toch eventjes uitleggen. Want uh, misschien ben ik dan ook ondertussen een beetje old school. Maar uh, ik dacht, uh, sourcing dat is, een soort, is hetzelfde als, als headhunt, uh, het hunten. Of dus is gewoon het, een onderdeel. Uh, je zit gewoon op LinkedIn en je zoekt iemand bij je, je vacature. Maar uh, is dat wat sourcing is of is het iets anders? Nou, sourcing is breder geworden, denk ik. Ik stam nog ja. uit de tijd dat ik recruitment deed. Wij noemden dat post en pre. Hè. Je plaatste een vacature en je wachtte de reacties af. Ja. Nou, dat is natuurlijk inmiddels al richting search. Hè. Je gaat dat is al heel oldschool. Dat ja. is heel <laughs> oldschool. Maar dat, ja, ik verraad een beetje mijn leeftijd daarin. Ja. Dat is natuurlijk vertaald naar dat je actief op zoek gaat naar in platforms, als in Deed, als in LinkedIn, naar kandidaten. Maar sourcing gaat nog een stapje verder. Dat zijn de mensen op zoek naar mensen die niet automatisch op LinkedIn aangekruist hebben. Ik ben op zoek naar een baan. Maar naar echt het identificeren van doelgroepen om, uh, die, die, die passief uh, misschien wel op zoek zijn, maar niet actief op zoek zijn. Ja. Hebben we daar een beetje beeld bij van hoeveel mensen actief aan het zoeken zijn en hoeveel mensen passief? Aan het... nou ja, ja zijn aan het zoeken. latent. Iedereen is passief op zoek. Hè? Als ik jou benader met een hele interessante baan, dan zijn er maar weinig mensen die zeggen nee, ik ben niet geïnteresseerd. Dus de passieve groep is wel heel erg groot. Uh, maar we zien nog steeds natuurlijk de schaarste. Als je de cijfers van uh, Intelligence Loop ziet, dat er nog steeds meer, uh, meer zoekende, meer vraag is als dat er mensen op zoek zijn. Dus er is nog steeds een spanning op die arbeidsmarkt. En dat is denk ik ook de reden, uh, besef dat schaarste blijvend is. Hè. Dat hoef je demografisch, nou, Wim zal dat ongetwijfeld goed kunnen uitleggen. Uh, dat blijft. Ja, ja. Maar wat um, kan je... Kan je uh... Uh, aan mij uitleggen wat het dan inhoudt. Dus je zegt, ik zie een, een, een de latent werkzoekende of de passief werkzoekende. Um, is het dan is het is it een marketingvraag, Zal ik mensen gewoon enthousiast maken... over de over, de, over, over mijn organisatie aan zich, of ben ik bezig met, mensen, met profielen verzamelen van mensen die niet actief aan het zoeken zijn? Kan je het een beetje uit? Uh, ja, het, 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 het core is natuurlijk het identificeren van die passieve kandidaat. Oké. Okay. Ja, want... We haal en die haal je overal vandaan. En, en er zit natuurlijk ook een stukje recruitment marketing automation in. Waar via social media groepen kunt identificeren waar die, die potentieel interessant zijn voor jou als opdrachtgever. Ja. Uh, en het hele palet van middelen ga je proberen die doelgroep in kaart te brengen. Die jij of die aansluit bij de competenties die je de komende jaren nodig hebt. Ja, ja oké. Okay. En Ronald, hoe kijk jij er tegenaan? Welke componenten missen we nog om echt goed sourcing te kunnen duiden aan wat het is? Nou, één, er staat niet in het burgerlijk wetboek de definitie van Sourcing ja, Search. Ja, maar uh, we kunnen hem toch hunting, hebben, die definitie. <laughs> ja, um, en bovendien, uh, ze overlappen elkaar. Hè. Er zitten behoorlijk grijze uh, gebieden en soms bedoelen we echt precies hetzelfde. Ja. Um, maar Search is wat mij betreft dat je vooral op LinkedIn... en misschien in die noemde jij terecht en vroeger... Uh, want zij zijn van dezelfde leeftijd. Op monsterboard uh, 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 ga je op zoek naar concrete kandidaten die bijvoorbeeld in de CV-database of met hun profiel op LinkedIn staan. Ja. Dat is wat mij betreft search. Dan heb je sourcing, dat is veel breder. Daar pak je dat ook in mee. Maar dan ga je ook met boolean strings, zou ik zo even uitleggen, ga je op zoek met een zoekmachine, meestal Google, uh -huh. uh, naar profielen die ergens op het internet staan. Uh, er zijn nogal wat IT'ers bijvoorbeeld die een eigen site uh, uh, hebben. Ja. En die zetten daar hun profiel uh, neer. Nou, als je met uh, slimme uh, woorden uh, zoekt naar dit soort mensen, en je zegt dat het een tekstdocument, een pdf-document, een, een Word document, een Excel-document kan zijn. Dan kun je die mensen vinden, ook al staan ze niet of niet makkelijk vindbaar op LinkedIn of andere uh, meer. Ja. En met zo'n Boolean search, uh, dat is een hele handige manier om middels Google uh, het hele internet af te struinen. Ja, ja. Dan kun je je richten op een hele specifieke site. Ja. Wat heel vaak gepro geprobeerd wordt of gedaan wordt... is LinkedIn op die manier uh, exploreren en exploiteren. Ja. Okay. Uh, hè, dus in plaats van dat je een, uh, een recruiter-seat uh, voor veel geld uh, afneemt... zeg je gewoon uh, site www.linkedin.com... Ja. En vervolgens uh, zeg je welke zoekwoorden je uh, uh, wilt uh, Ja, hebben. ja, oké. Okay. En uh, dan krijg je dus meer en gratis kandidaten naar voren... Uh, dan uh, wanneer je de, de features van LinkedIn zelf uh, gebruikt. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat is een beetje de... Dat de, is sourcing wat mij betreft. Ja, dus niet de voor de hand liggende uh, wijze van zoeken van kandidaten. Want mensen die werkzoekend zijn en hebben hun cv ergens gepost... of hebben dat op LinkedIn aangegeven. Nou, dat is nogal wie dus dat je die... Um, uh, in kaart hebt. Ja, en, en dat uh, is zoeken, dat is search. Ja. ja. ja maar, de... maar echt slim uh, of door zelf met boolean strings te gaan werken. Zeg maar met hele kleine, nou ja, geprogrammeerde zoeken uh, zinnetjes. Ja. Of door daar tools voor te gebruiken. Nou, daar gaan we het volgens mij straks ook uh, over hebben. Ja. Kun je mensen vinden die je anders niet makkelijk vindt? Ja, en dan nog, nog heel even. Wat is dan Boolean Search? Want dat is een vrij technisch woord. Ja, Boolean Search. Het woord is afgeleid van een Britse wiskundige. uit uh, halverwege de 19e eeuw, meneer ja. Boel. En uh, wat je dus doet, is je gebruikt allerlei tekentjes. en afspraakjes. die er in Google uh, staan. om mensen te vinden. Hè, dus ja. ik zei net al dat site-verhaal. Uh, uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld als je uh, accountmanager. die je benodigdheden zoekt. En je zet dat in tussen dubbele haakjes. Mm -hmm. Dan zoekt hij alleen maar naar accountmanager, spatie, die benodigdheden. Uh, dat is een boolean search. Je kunt ook met en, of uh, en dingen uitsluiten. Ja. Uh, en zo'n boolean search string kan echt uh, drie, uh, uh, vier regels uh, dik zijn. Ja. ChatGPT kan die voor je maken. Ja, 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 maar dan krijg je dus in ieder geval resultaten die niet zoals een normale zoekopdracht Tien pagina's aan Google uh, opleveren, maar een paar die wat, wat scherper zijn. Nou, het of, werkt net als dat je uh, iets zoekt op Google. Ja. Uh, vaak krijg je een, een heel breed resultaat waar je nog niks mee kan en dan ga je verfijnen. Ja. Of je krijgt bijna niks. En je denkt, oeh, dat is een beetje weinig en dan ga je verbreden. Ja. Uh, zo gaat dat ook met zo'n Boolean search uh, ja. string. Ja. Oké, okay. en, en Ron, is dit nou een? Een sport die iedere organisatie zou moeten beheersen, uh, ondertussen, vind je? Ik, ik denk dat het besef dat je uh, moet searchen ook op passieve kandidaten inmiddels door iedereen doorgedrongen is. Ja. En of dat, de een doet het met boolean search en de ander gebruikt daar AI-tools voor. Maar iedereen is wel bezig, hoe kan ik mijn waarde van de organisatie goed over de bune krijgen naar mijn doelgroep en dat kan een doelgroep zijn voor vast personeel, maar je ziet inmiddels ook aardig wat toepassingen op de flexmarkt, hè. want als die groep zzp'ers zich straks gaat verspreiden, ja, hoe bereik je die nog? Uh, en een deel heb je dan in vaste dienst, maar in andere vormen uh, wil je niet alleen afhankelijk zijn van leveranciers. Ja. En daar zien we, nou, ik gebruik dan nog een andere term: direct sourcing. Je ziet organisaties die niet alleen via leveranciers op zoek gaan naar tijdelijk talent, maar ook uh, zelf via een direct sourcing website en direct sourcing activiteiten, waar Boolean een search weer in zou passen. Zal ik ja, hem eens dus helemaal soort... plat Zal ik hem eens helemaal plat ja? ja, doe eens. Uh, ik heb op dit moment, zit ik al twee interim uh, opdrachten, eentje bij een ROC. En daar zoeken we een specialist uh, voor de meerjaren onderhoudsplanning, mm -hmm. MJOP. Heel lastig te vinden. Mensen zijn er ook niet zoveel. En de mensen die uh, uh, er zijn uh, zitten vaak uh, goed. Maar toch, je bent op zoek naar die kandidaat. Dus ik heb een search. Daar heb ik overigens een doeltje voor uh, gebruikt. Maar dat is misschien wat minder relevant. Ik heb een search op LinkedIn naar mensen die MJOP in hun profiel hebben. Dat staat ook alleen maar voor meerjaren onderhoudsplanning. Dus ik krijg ook geen waste. En vervolgens krijg ik een lijst van mensen rondom uh, Amsterdam, een stuk of vijf, 600 uh, mensen die dat in hun profiel hebben. En die laat ik, ook weer geautomatiseerd, maar die stuur ik een, uh, een warm uh, bericht. Van joh, ik zie dat je MEOP in je, in je profiel hebt uh, staan. Ik zou het aardig vinden om, uh, om te connecten. En heel veel mensen, meer dan ik eigenlijk dacht, uh, hebben daar ja tegen gezegd. Ik heb inmiddels 49 mensen die zeggen, joh, leuk om gelinkt uh, te zijn. En vervolgens vraag ik aan ze van joh. Ik werk voor het ROC, we hebben een vacature. Ken jij misschien mensen in je netwerk die daarvoor geschikt zouden kunnen zijn? En een aantal van die mensen zegt: Nou, wacht even. Ik heb eigenlijk zelf wel interesse. Ja. Kunnen we eens gaan praten? Oké, okay, je staat hem heel plat, heel concreet hiermee. Maar, ja. ik, ik had ook een paar vragen om het dan een beetje goed te begrijpen waar we het nou over hebben. Ja, eh. Wat doe je dit? Hè? Hebben we deze techniek en deze visie? Hè? Het gaat vooral over hoe, hoe verbreed je, je je scope alleen maar op dat lijstje wat je snel vindt op LinkedIn. Als je gaat searchen, dus dit is echt iets anders. Maar ga je dat doen om die hyperspecialist te vinden, zoals Ronald hier aangeeft? Of, of gaat het juist ook om, nou ik zoek uh, 300 man aan techneuten die ik nodig ja, heb uh, over nee, denk... de komende twee jaar. Of we hadden het vanochtend over McDonald's. Nou ja, die zoeken, hoeveel mensen zoeken die wel niet per jaar? Is, geldt dit ook ik, voor ik u? Ik denk dat het voor beide gaat. Dus ja. bij, voor beide, uh, of je nou bij McDonald's staat of een superspecialist, die schaarste is blijvend. Uh, dus we zullen op zoek moeten gaan naar, naar potentie in de markt. En dat kan zijn naar mensen die ervaring hebben. Kan ook zijn, en dat zie je natuurlijk nu steeds meer, dat, dat het searchen op skills... Hè. Dat je niet meer iemand zoekt met een diploma en ervaring in dat gebied, maar heel specifieke skills, ervaring in een vakgebied of in een techniek of in andere dingen. Ja. En dan begon je net over direct sourcing. Dus hoe verhoudt zich dan sourcing tot direct sourcing? Wat is het verschil? Ja, sourcing wordt vaak nog bij recruitment vast. Hè? Daar, daar, daar splitsen de functie in recruiter en sourcing. En vanuit. Inhuur zie je vaak, traditioneel was het natuurlijk alleen maar, we zetten een aanvraag uit bij een uitzendbureau of bij een detacheerder. En we zijn afhankelijk van die leveranciers. Nou, de grote opkomst van ZZP'ers maakte dat we ook iets moesten gaan vinden om die ZZP'ers te bereiken. Nou, een deel gebeurt via de intermediairs, de ZZP intermediairs, maar een deel gebeurt ook al rechtstreeks. En uiteindelijk zie je dat organisaties in hun strategie niet alleen maar meer afhankelijk wil zijn van een x aantal leveranciers. Ja. En die hebben ook nog keuze, dus die hebben ook de behoefte uh, om hun eigen brand, hun eigen toegevoegde waarde voor tijdelijke werkers ook over de bühne te brengen, en gaan dus ook zelf op zoek naar nieuwe kandidaten die misschien tussen twee detacheringsopdrachten zitten, of kandidaten die in dienst zijn bij een detacheringsbureau die niet aangesloten is, om die mensen uh, te interesseren voor een tijdelijke opdracht bij hun, opdracht, hun opdrachtgever of hun bedrijf. Ja. En dat is eigenlijk een nieuw kanaal die naast bestaande kanalen ja, doet. Ja. En dat, maar ja. uiteindelijk ook wel wat meer gericht op de lange termijn. Uh, nou, ook op de korte termijn, maar, want het schaarste is daar. Dus je hebt ook morgen iemand nodig, maar veel meer om te kijken van joh, wat zijn de competenties die ik nodig heb? En, en welk kanaal is het beste? Hè? Ik geloof ook niet meer zoals tien jaar geleden, dat één kanaal het beste is. Het, het is eigenlijk nu de kunst om al je sourcingskanalen continu te ontwikkelen, te monitoren en te kijken welke heeft het meeste succes in welke doelgroep. En dat zal ook niet eenduidig zijn. Nee, wat hierin meespeelt is dat onderzoek laat zien... dat iemand een keer of zeven, en voor sommige mensen drie... en voor sommigen misschien dertig... Uh, een organisatie of een factuur voorbij heeft, heeft uh, moeten zien komen... voordat hij denkt, hé, hey, wacht eventjes. Uh, dit is eigenlijk wel gaaf. Hier ga ik onderzoek naar doen. Ik ga wel of niet uh, uh, solliciteren. Um, dus ook dat sourcing, ook dat contact via sourcing en bannering... En af en toe een vacature tekst te posten. Helpt om naar die gemiddelde zeven views te komen. Ja. Is het nou een vak apart? Als je het hebt over sourcing en recruitment. Dan moet ik, ik werkte vroeger ook bij een Executive search bureau. nou ja. gewoon. gewoon ja, ons vak was, enveloppen openmaken, cv's op een stapel leggen en dan in gesprek <tied> met elkaar gaan. En dan zat je allemaal weer met iemand te praten om ja. iemand te selecteren. Wat is dat, een afval? Nou Ja, precies. Hoe ik. Uh, uh, Nee, maar ik bedoel, het, het, het in gesprek gaan en, en selectie is gewoon, ja, dat vind ik een vak. Recruitment en sourcing, dat zijn twee totaal verschillende vakgebieden. Uh, alleen op de persoonlijkheid, uh, persoonlijkheid hè, die je nodig hebt. De recruiter, die gaat uh, de organisatie in. Die gaat met vacaturehouders praten. Die schrikt er niet van om eventjes naar de CEO uh, te lopen en te vragen. Viel, wat vind jij nou eigenlijk belangrijk uh, in je personeelsbeleid? En dat zet je dan weer in een vacature tekst. Uh, je moet het leuk vinden om met die sollicitanten uh, te praten, met bureaus uh, te onderhandelen. Nou, kortom, echt een communicatie, sales, marketing uh, vak. Uh, sourcing uh, was tot voor uh, AI vooral een, uh, 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 in een schermpje uh, turen, zeven uh, van de acht uren op een dag. En uh, slimme boodschapjes uh, uh, sturen. Uh, dat is een heel ander uh, vak. Uh, de nieuwe sourcer die met AI-tooling aan de slag uh, gaat, ja, de, die is meer tech savvy. Uh, die zit daar misschien een beetje tussenin of uh, die is meer engineering uh, aan het uh, doen. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe de old-school sourcers die stap gaan maken naar de new-school uh, uh, sourcers. Dat zal niet iedereen uh, die stap zal niet uh, iedereen kunnen maken. Was het voorheen dat sourcing ook uh, zich ook echt beperkte tot uh, uh, is het echt alleen maar een online vak? Of speelt zich dit ook offline af? Nee, het is vooral, het, het wordt vooral, het werd vooral als een online vak. Uh, ja. Maar goed, jij liet net al eventjes uh, het woord headhunting uh, vallen. Ja. Dat is ook een soort van sourcing. Ja, het klassieke headhunting uh, is dat je naar een bedrijf belt en je zegt, joh, uh, ik ben op zoek naar de marketing uh, uh, manager. Want ik ja. heb een uitnodiging voor een, uh, voor een beurs uh, en vervolgens krijg je die marketingmanager te spreken en zeg je veel ook bel hem niet over die beurs maar ja. ik zou het wel interessant uh, vinden dat om, om over de baan te praten <laughs> weet je dat is headhunting is ook weer een vorm ja. van sourcing een beetje een klassieke vorm van, uh, van sourcing um, en, en dat is dan weer grotendeels uh, offline sterker de echte super headhunters uh, die gaan veel eten en veel drinken met hun uh, kandidaten en met hun netwerk. Ja. Ja, oké. Okay. En dus uh, volgens mij heb ik nu sourcing wel zo'n beetje helder. Um, en dan zeg jij nou AI gaat hier dus ook impact op hebben. Ja. Um, kan je dat uitleggen? Ja, we, we gaan weer even uh, terug naar mijn platte uh, voorbeeldje. Ja. En dat is nog niet helemaal uh, uh, AI, maar ik gebruik een uh, toeltje. Uh, daar zijn er veel meer uh, van. Maar ik gebruik een Nederlandse uh, tool die heet uh, Dux Soep. D-U-X en dan Soep is in Engels. Oké. Okay. Uh, uh, als je daarop bent ingelogd, moet je een abonnementje hebben van 10, 20 euro uh, per maand. Daar log je op in. Vervolgens opent zich LinkedIn. En daar doe je de search die je normaal ook zou doen in LinkedIn. Oké. Okay. Uh, maximaal 1000 mensen. En afhankelijk van wat voor abonnementje je hebt met uh, LinkedIn, gaat hij dan 20 tot 100 mensen per dag gaat hij uitnodigen in die resultatenlijsten van je. Oké. Okay. En die stuurt hij dan een berichtje dat je van tevoren hebt gecomponeerd, ja. Waarbij die bijvoorbeeld de voornaam of de functienaam of, nou, je kunt van alles en nog wat, kun je automatisch laten invullen. En dan stuurt hij dus die uitnodigingen naar die mensen om te linken. Dat zie je ook visueel in beeld. Dat is echt heel grappig. Ja. Uh, dat gaat heel rustig met pauzes en soms een half uur uh, lunchpauze omdat LinkedIn dan niet in de gaten heeft dat het geautomatiseerd ja, ja, ja. Uh, verloopt. Het is ook over het algemeen in kantooruren. Uh, en dan krijg je resultaten. En het leuke is dat ik krijg zo vaak van mensen die ik op deze manier leer kennen. te horen veel, hè, hè. Eindelijk iemand met een persoonlijk bericht. Ja, 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 wat grappig. <laughs> en vervolgens zegt iemand: Joh, uh, ik, uh, ik, ik uh, uh, accepteer jouw uh, connectieverzoek. Ja. En. Um, Daarna krijgt ze van mij gewoon een persoonlijke uh, bericht... dat ook echt slaat op hun profiel of op hun reactie. Of, uh, ja. En zo kom ik met ze in gesprek. Ja, ja dus het helpt jou om uh, sneller jouw persoonlijke netwerk... voor bepaalde rollen uit te breiden... met instructies die je aan die tool hebt gegeven. Ja, ja. en waar ik zelf heel veel uh, uh, mee heb... Uh, uh, dat is een bedrijf dat ik samen met Geert-Jan Waasdorp... en Pierre Goudsmit heb uh, opgezet, uh, Recruit Agent... Dat is wel AI-based. Uh, uh, okay. Daarmee maken we met een hele snelle, slimme intake van vijf minuten waar we de antwoorden vaak al hebben ingevuld, waar we de arbeidsmarktdata van uh, Intelligence Group alvast in laten lopen. Uh, maken we een intake die met vijf minuten wordt ingevuld. En een half minuut later heb je een door ChatGPT gegenereerde tekst. Waarbij wij er een prompt van anderhalf-twee a viertjes uh, in gooien. Ja. En dan krijg je gewoon echt een hele goede, leuke vacature tekst. Met een mediaadvies en alles erbij. Dit is geen post-it-prey. Dit is wel een vacature posten. Maar wel op een intelligente manier. Mm -hmm. Hè, dus wij uh, krijgen ook ongeveer tien keer zoveel uh, sollicitanten. dan wanneer je gewoon maar een tekstje uh, de, de, de wereld in uh, ingooit. Uh, en die tekst. Die gebruik je niet alleen maar om uh, te publiceren. Maar die kun je dus ook sturen naar degene die je hebt gevonden. Ja. Op de manier die ik net uh, vertelde. Ja, ja. dus een uh, concrete toepassing van uh, het, het tekst gegenereerde. Uh, of of tekstgenererende AI, uh, specifiek voor het recruitment vak, als ik ja. het uh, zo mag, uh, mag samenvatten. Ja, waarbij je ongelooflijk veel snelheid uh, maakt. Hè. Dus ja. Binnen zes minuten heb je een concept tekst, ga je nog een paar minuten aansleutelen. Dus binnen tien minuten heb je een definitieve uh, tekst. Ja. In plaats van, uit mijn eigen praktijk, dat een recruiter er soms weken over doet... om van intake tot uh, definitieve factuurteksten uh, te komen. Ja. En uh, dan... Begrijp je ook veel sneller, of dan krijg je veel sneller input van de markt. Uh, of die tekst uh, uh, effect heeft. Ja. Of je daar mensen mee naar binnen haalt. Dan kun je dus ook veel sneller weer gaan sleutelen, opschalen, alternatieven bedenken. Ja, ja. Ron, vraag voor jou, want dit is een heel, heel pakkend voorbeeld. Dus kennen we Ron dat natuurlijk ook al, die zorgt <laughs> natuurlijk vooral dat hij nou ja, zijn eigen werk slimmer doet. Ja. Uh, en sneller kan werken en uh, ook, ook tijd overhoudt voor andere dingen. Nou, dat is, dat, is ook, uh, dat is ook leuk. En jou vaak natuurlijk in jouw opdracht in middenslag van, ja oké, okay, het kan slimmer, maar hoe brengen we dat nou niet, dat één iemand slimmer gaat werken, maar dat de hele organisatie gaat. Ja. Of tenminste de hele recruitment afdeling slimmer gaat werken. Nadenken over wat is nou eigenlijk sourcing, maar ook wat is wat is AI. Wat waar loop jij in de praktijk tegen? Nou, uiteindelijk zie je natuurlijk heel veel op nu nog. Ik noem het even point solutions. Hè, die heel goed een deel van dat proces. Maar het maakt als je veel van dat soort deelprocessen die het werk slimmer maken, aan elkaar moet knopen, dan maakt het, het nog niet eenvoudiger. Uh, dus je ziet vooral ook, denk ik, en dat adviseer ik ook vaak opdrachtgevers, probeer een aantal zaken meet. Evalueer. En kijk hoe je dan de keten aan elkaar kunt knopen. Want uiteindelijk een keten. Uh, maakt dat je het totaal efficiënt doet. Waarbij ik wel altijd roepje, vergeet nou niet, ik noem me even, het, oog van het ta de talent uit het oog te verliezen. Hè. Want je kunt alles automatiseren, maar uiteindelijk blijft het een medewerker die je moet interesseren om een x-periode of een hele tijd van zijn werkzame leven bij jou door te brengen. Uh, en dat gebeurt toch nog steeds vaker op persoonlijk contact, een persoonlijke interactie. Uh, dus als je de menselijke maat daar centraal stelt en de beleving van de sollicitant. Ja, dan, dan, dan ga je langzaam die processen aan elkaar knopen. Ja, want ik. ik nou ja, de laatste keer dat ik gebeld ben voor een functie is wel even geleden. Um, maar ik krijg ze wel dagelijks binnen, gewoon in onze algemene mailbox: aanbiedingen van dit persberichten van dat ja. om ze te plaatsen. En ik haal ze er zo uit wat door Chat DTP geschreven is. Want het, het is of, of matig geschreven, of het is een, een heel overdreven. Vriendelijke taal. Uh, iemand vergeet alle hoofdletters eruit ja. te halen in de, in de, ja, de ja, CON nog steeds ja. wel eens. Maar da daar, moet je dus heel, daar moet je dus heel goed op letten. Hè, want ja. er is nu zo'n zo zeker het genereren van vacature tekst, zie je natuurlijk heel veel applicaties, het integreren, aparte applicaties. En degene die overblijven, die straks die dat, dat op basis van uh, meer gegevens intelligent maakt en succesvol, die zullen overleven. Uh, en dat zijn de, 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 de deelprocessen die je in je keten wil hebben. Maar zeg ik nog steeds de, de perceptie zoals jij die hebt met de hoofdletters. Ja, die heeft inmiddels iedereen. Hè? Als er hoofdletters in de titel staan, dan is het niet zelf gegenereerd. Ja. Ja. Dus daar moet je op kijken. En dat, dat nou ja, regelmatig checken bij je eindgebruiker of je eindtalent. Uh, helpt je ook dat continu te verbeteren. Ja, ja. en hoe, hoe kijk jij er tegenaan, Ronald als ik uh, hè, onze luisteraars zijn uh, inhurende organisaties. Uh, misschien zelfs uh, een uh, recruitment manager. Um, Waarmee, waarom zou ik hiermee aan de slag uh, moeten gaan? Of wat zou mijn volgende stap moeten zijn hierin? Um, omdat het steeds lastiger wordt om mensen aan boord uh, te krijgen. Mm -hmm. um, de cijfers van uh, de, de arbeidsmarktdata van uh, uh, Intellix Group laten zien dat afhankelijk van de doelgroep 3 tot 15 procent actief op zoek is naar. Ja. Uh, en dan zo'n 60, 70% latent, en uh, weet ik veel, 15, 20% die uh, is vastgeroest en die wil blijven zitten. Of, of nou, laat ik het positief zeggen: is heel erg happy ja, uh, met de omgeving dat, ja. waar ze nu uh, uh, zitten. Um, en daar zul je iets mee moeten doen. Hè? Dus zomaar alleen met die vacature teksten uh, posten uh, uh, ben je er niet. Ja. Want dan bereik je alleen die 3 tot 15 uh, procent. Je moet dus meer uh, doen. Met name om die grote middengroep te pakken uh, te krijgen. Ja, um, ja en dat. Uh, het, 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 de arbeidsmarkt is heel groot, dus hoe zorg je ervoor dat je net dat stukje arbeidsmarkt uh, te pakken krijgt dat jij nodig hebt. Hè? Dus er zijn tools als, uh, dat heette voorheen Recruit Robin en nu alleen nog, uh, nog Robin. Okay. Maar die zoekt diverse databases, inclusief je eigen database, inclusief LinkedIn. Als je daar een abonnement op hebt, uh, zoekt die door en dan komt die met suggesties voor een bepaalde vacature. En dan moet je elke dag wel de discipline hebben om te zeggen van nou die wel, die niet. Dus het is een lerend systeem. Uh, en vervolgens op het moment dat je daar een paar weken of maanden mee bezig bent, ja, dan krijg je dus gewoon echt goede resultaten uh, waar je je schaarse tijd veel beter uh, op kan, uh, kan focussen. Ja, ja, dus in je recruitment strategie, even in mijn eigen woorden, um, moet je dit eigenlijk wel op de radar hebben om echt een, een volwassen en, een, en het hele talentecosysteem ecosysteem goed in, uh, gericht ja. te hebben. Um, en goed voorbereid te zijn op de toekomst. Want je hebt, uh, zoals Ron zegt, we hebben we schaarste vandaag, maar die is er morgen ook nog. Ja, die wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Ja, ja dus ja. goed om hiermee aan de slag te gaan. Ja, en dat aan de slag gaan, dat is dus een hele lastige. Ja. Uh, want er zijn honderden van dit soort uh, uh, tools die iets met recruitment uh, te maken hebben. Um, recruiters, recruitment managers, HR-mensen, uh, vind het heel lastig om daar een keuze in te maken. Ja, uh, en het advies is, ga toch een keer een keuze maken. Pak 1 twee, drie tools waarvan je zegt, nou ja, dat ziet er goed uit. Uh, dat is betaalbaar voor onze organisatie. Daar ga ik eens mee experimenteren. Laat daar één of twee recruiters mee experimenteren die dat leuk uh, vinden. Ja. Um, en daar leer je van. En als je dan na drie weken denkt, van, nou dit levert gewoon echt helemaal niks op. Gooi het lekker de deur uit en pak een volgende. Ja. Maar je moet echt uh, beginnen. Weet je? Uh, ik wist niks van bitcoins en, 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 en uh, cryptocurrency. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil er iets van weten. Dus ik heb gewoon een rekeningetje gehaald. Ja, ik ben ermee aan de slag gegaan. Ja. Zo, zo werkt het ook met die AI tooling en überhaupt met uh, tooling. Ja. Met die, want die markt is het wel ontzettend dynamiek. Hè? Want we hebben natuurlijk ook het platform Hardtech Arena. Ja. Er staan heel ja. veel van dit soort oplossingen. Ja. Nou, daar proberen wij een beetje bij te houden. Wat er komt en wat er ja. vooral ook voor je gaat. Nou, dat is een dagtaak bijna ook. Ja. Om, om alle nieuwe bedrijfjes erop te zetten. En, en wat het komt en gaat. Ja. Hey, hoe grijpt het in elkaar? En uh, ja. kunnen dingen met elkaar samenwerken? Of uh, koop ik twee keer hetzelfde? Ja, die is, uh, die is lastig. Maar het is wel ja. lekker van deze tijd dat alles nu wel. Um, je kan overal met een paar tientjes beginnen. Hè? Het is niet meer dat je voor een paar ton een ERP-systeem hoeft uh, te implementeren. Je kan uh, eigenlijk, wat jij zegt, gewoon proberen voor een paar tientjes. Is het leuk, dan schaal je hem op. Vind je het niks, dan zeg je hem weer op. Ja, dat hè. Ja. En er zijn uh, nogal wat communities uh, online voor uh, recruiters. Er zijn twee grote Facebookgroepen waar totaal, uh, ik geloof, 9.000 recruiters op zitten. Ja. Uh, recruitment Buddies uh, en Recruitment Vrijstaat. Uh, op link, of op uh, WhatsApp heb je groepen van duizend uh, recruiters. Ja. Uh, en daar worden regelmatig vragen gesteld. Van, dit is mijn situatie. Ik zou hiermee uh, willen gaan experimenteren. Heb je een advies? Wat ja. zijn jullie referenties? Uh, of als ik iets met uh, uh, AI sourcing wil gaan doen uh, voor technische profielen. Wie kan me daarbij helpen? Ja. En recruiters helpen elkaar heel graag. Ja. Mooi. Oké, okay. um, daarmee wou ik uh, gaan uh, afronden. Um, volgens mij hartstikke veel kansen om uh, je recruitmentstrategie een, een uh, boost te geven. Dus uh, ja, ga daarmee aan de slag, uh, zou ik zeggen. Heren bedankt en heel veel succes. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Als je meer wilt weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kijk dan op zipconomy.nl. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.